Owen. Ja. Een roerige week. Ja, dat was het wel. Zeg dat wel. Eigenlijk vrij plotseling allerlei ontwikkelingen rondom zaken, rechtszaken die lopen. En betrokkenen, advocaten en familieleden, raadsleden, hard voor Den Haag. En de Mos heet die man, geloof ik, in Den Haag. Richard de Mos, ja, klopt. Ja, klopt. Hè, dus kortom, een aardig weekje voor justitie. Ja, hij is wel vrijgesproken, hè? En na 3,5 jaar gecriminaliseerd te zijn. Ja, inderdaad. Hij is op alle punten vrijgesproken. Vrijgesproken, ja, klopt. Zo zie je hoe belangrijk de rechtsstaat is. Hè? Dat dus echt met de blinddoek om de rechter recht spreekt. En dus geen rekening houdt met allerlei subjectieve en politieke dingen. Ja. En de rechter heeft bijvoorbeeld ook gezegd, maar dat is een bekend verschijnsel. Een heleboel dingen zijn niet vastgelegd over hoe ver mag je gaan met familieleden, vrienden, kennissen, relaties, in de contacten met volksvertegenwoordigers. Ja, want als ik de zaak De Mos, het liet me onmiddellijk denken aan de zaak van Robert van Trict in Suriname. Want hier stond ook, het OM had het over een onontgonnen terrein van landelijke partijen. Die kregen bijvoorbeeld wel subsidies van de overheid, maar lokale partijen dus niet. Dus, klopt. En de rechters hebben gezegd, ja, maar lokale partijen die mogen best wel giften ontvangen, daar is niets op tegen. Tuurlijk. En nou noem maar op. Dus het is eigenlijk, dan zou je administratieve wetgeving moeten ontwikkelen, betrekking hebbende op politieke partijen, wil je het een en ander gaan reguleren. Maar het is er dus niet, het is een onontgonnen gebied. Hetzelfde geldt ook voor de zaak van Robert van Trict. Alleen het grote verschil, want ik heb verschillende overeenkomsten gezien. Het enige verschil is dat Richard de Mos was op vrije voeten. Hij is weliswaar door de hel gegaan, geeft hij aan. Maar ze hebben Robert van Trict een paar jaar opgesloten. Ja. En is nu op vrije voeten, maar het is eigenlijk krankzinnig. Het is een pure politiek proces in mijn beleving. Als ik kijk naar de zaak, de zaak De Mos liet me onmiddellijk denken aan de zaak van Robert van Trict in Suriname. Ja. De zaak die binnenkort weer voorgaat, dacht ik op 26 april aanstaande. Ja, beroep, hè, beroep. Ja. De arrestatie van Ines Wesky. Ja, nou ja, dat is helemaal opmerkelijk. Want eigenlijk hebben die drie dingen, die twee eerdere die jij net noemde, hè, van Trict Suriname en De Mos Den Haag, ook elementen die spelen bij de zaak van Ines Wesky, de advocaat van Ridouan Taghi. Ja. Men zegt, het Openbaar Ministerie zegt, ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Ze hebben dus kennelijk afgeluisterd de gesprekken die zij heeft gevoerd. En dan komt de vraag natuurlijk, mag de advocaat van een verdachte worden afgeluisterd? Hoe ver kan je daarmee gaan? Dat wordt dus ook een heel belangrijke kwestie. Want iedereen weet dat natuurlijk Wesky gerenommeerde topadvocaat is als het om strafzaken gaat. En zij weet natuurlijk ook waar de grens ligt. Het opvallende is, ik heb met verschillende mensen hierover gesproken en een paar van hen gaven aan, nou ja, het OM is wel een beetje bang dat die mevrouw een behoorlijk goed pleidooi gaat houden om deze om Taghi op vrije voeten te krijgen. Ja, het zal mij niet verbazen als Gerard Spong een van haar advocaten gaat worden. Want Spong heeft al gezegd dat hij haar heel goed kent. En dat hij haar heel hoog heeft. Hè? Dus kortom, dit wordt een titanengevecht juridisch straks. En ik ben benieuwd wat het Openbaar Ministerie nog in stand kan houden bij de rechter. Het wordt heel moeilijk. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Nee, ik denk dat het heeft niet alleen collega's, denk ik, advocaten geschokt van mevrouw Wesky, maar ook de juridische wereld natuurlijk, de politieke wereld ook. En het is, want wat gebeurt er namelijk? De politie die binnengevallen is bij haar thuis en op kantoor, hebben dus inzage gekregen in
al die dossiers. Want zij, ja. zij tenminste behartigde de belangen, juridisch gezien dan, van een heleboel van die zware jongens. Ja. Van die criminele jongens. En justitie en politie is binnengevallen. En ze hebben dus al die dossiers, dacht ik, meegenomen. Ja, en dan de vraag. Wat mag wel en wat mag niet gebruikt gaan worden? En want daar gaat het natuurlijk om, hè. Ik bedoel, als jij dus je computers, je telefoons en alles in beslag neemt van een advocaat, dan zal een deel van het in beslag genomene niet mogen worden gebruikt. Hè? Dus hoe noemen ze dat weer? Onrechtmatig verkregen bewijs. Ja, klopt, ja. Hè? Dus kortom, er zitten een heleboel haken en ogen aan. Het geval van Tricht, daar speelt natuurlijk ook. Hè? Daar zijn zeg maar besluiten genomen, acties uitgevoerd. Waarvan je moet afvragen. Administratief van... rechtelijk, maar ja. De rechter heeft het strafrecht erbij gehaald. Terwijl het een onontgonnen gebied betreft. Ja, ja. En ze hebben op een gegeven moment een anticorruptiewet gemaakt. Maar die anticorruptiewet is nog niet formeel in werking getreden. Ja, en dit valt niet onder de anticorruptiewet. Dit is een stukje administratieve wetgeving. Ik heb hier ook met de heer Kastelen, die is deskundig op het gebied van bestuurs- en administratief recht, die heeft dat uitvoerig ook uitgelegd. En ook met de heer Roethoff ook, een bekende advocaat in Amsterdam, die heeft hier ook zijn licht over laten schijnen. Ja, ja. Maar weet je wat, er spelen ook zoveel dingen, hè? Ook in Suriname. Ik bedoel, men heeft een bureau in de arm genomen, het bureau Lazar. Ze betalen dat bureau $120,000 per maand. Ze hebben al 3,6 miljoen betaald de afgelopen jaren, zonder dat er een tegenprestatie geleverd is. Dat is toch geld over de balk smeten, terwijl het volk pinaart. Dit kan toch niet? Ja, maar goed, maar dat is natuurlijk een andere kwestie, hè? Nee, maar ik wil even een paar... Kijk, Robert van Trek was een uitstekende governor. Ik heb dat van hier in Nederland gehoord, maar ook vanuit andere landen. Vriend en vijand geven dat toe. Vanuit de oppositie en ook de coalitiepartijen is mij ook medegedeeld van... Ja, Wesley, ik wil niet voor de microfoon komen, maar het is een politiek proces geweest. Nou, ja, noem maar op. Waar ik mij ook een beetje zorgen om maak, is de ontwikkelingen in Suriname. Het IMF heeft de afgelopen 4 à 5 keer niet meer betaald. Ja. Suriname niet aan zijn afspraken houdt. Nee, precies. En een andere vraag is ook van, waar zijn de inkomsten gebleven? De royalties, de dividenden, de valuta inkomsten. Ze gaan niet naar de centrale bank op dit moment. Ja. De centrale bank die al, geloof ik, twee of drie jaar geen jaarverslagen publiceert. Ja, het is echt een landje pantje, zoals ze dat in Suriname zeggen. Maar wat mij dus opgevallen is, ook in de zaak van Robert van Trekt. Ze hebben Robert van Trekt op 6 februari 2020 gearresteerd. Uh-huh. En een week later, op 13 februari, trekt de Federal Reserve Board zich terug uit Suriname. Dus ze verbreken het contact met Suriname, dat tot stand gekomen was door Robert van Trekt. Het was een hele verdienste om de Fed, want daardoor kon Suriname zich garanderen van US dollars. Maar nadat de Fed zich terugtrok op 13 februari 2020, nou was het daarmee afgelopen. Ja. En die OMO's ten tijde van Van Trek, die OMO's werden uitgebracht tegen 2, hooguit 3% rente op jaarbasis. Maar wat er daarna gebeurde, toen Van Trek van het toneel verdween, zag je dat OMO's op een gegeven moment werden uitgegeven. Die openbare marktoperaties, lijkt op termijndeposito's. Maar het zijn de facto geen termijndeposito's, want ze werden maar uitgegeven voor een periode van 3 maanden, 4 maanden, tegen een rentepercentage van 90% rente. Dat betekent dat banken en verzekeringsmaatschappijen zich enorm verrijkt hebben in een korte tijd. Ja. En dat er 11 miljard SRD extra in omloop gebracht is in de Surinaamse samenleving. En natuurlijk krijg je een koersexplosie. Ja, ja, je hoeft daar geen deskundige voor te zijn. Maar waar ik mij over verbaas, hoe heeft men zo dom kunnen zijn? Zo naïef kunnen zijn? Mm-hmm. Om deze fouten te maken. Het zijn de meest basale fouten die men gemaakt heeft.
Zelfs een kind op de middelbare school zou niet eens die fout gemaakt hebben. Het is ronduit een schande dat men op een gegeven moment de OMO's tegen een rentepercentage van 90% heeft uitgebracht. Geleend heeft voor een periode van 3 maanden aan banken, aan verzekeringsmaatschappijen. Dan vraag je af van, valt dit ook op de friends and families? Kijk, OMO's worden overal gebruikt in de hele wereld. Maar ja, tegen de normale percentages, geldende percentages, 2-3%, ze kijken wat de rente is. En met een omlooptijd van 1 jaar. Maar niet wat men onlangs gedaan heeft in Suriname. Dat is pure corruptie. Schandalig. Ja, maar goed, dat krijg je met een familie- en vriendenregering. Dus ik wil alleen maar zeggen, dus, van als men Robert van Trick zou willen veroordelen, zou je ze allemaal moeten veroordelen. Al die gasten, die OMO's van de centrale bank, dat kabinet Santokki en allemaal. Want, ja, maar, begrijp je wat ik bedoel? Jawel, jawel. Maar dat is dus het probleem wat Santokki vanaf dag 1 heeft. Ja, dat is, en bij de hele OMO-discussies speelt hetzelfde. Het is nooit 1 maatregel die je wel of niet had moeten treffen om invloed op die koers te hebben. Het is altijd een pakket van maatregelen. Klopt. Ja, en als je uitgavenpatroon als overheid niet drastisch terugschroeft, als je zeg maar de valutareserves, die sowieso heeft Suriname een probleem, wat jij net zei, hè, dat 3 of 4 keer betalingen van IMF niet hebben plaatsgevonden. Nou, dat zijn 3-4 keer 60, 50, 60 miljoen euro. Ja. Dus kortom, Suriname zit met een groot probleem tegelijkertijd. En als je uitgavenpatroon niet naar beneden gaat, en nou komt het belangrijkste, er geen vertrouwen is in het beleid van Santokki, en dat is er niet. Iedereen met SRB's wil ze zo snel mogelijk kwijt, want morgen zijn ze veel minder waard. De koers is volgens mij 1 op 43. Dus 1 euro is gelijk aan 43 SRD. Ja, het gaat richting 50. Ja, precies. Nou kijk, en dan kan je wachten op de ellende die daaruit gaat voortvloeien. Heb jij de demonstratie gezien van mensen van het ziekenhuis? Ja, die bij de minister van de gezondheid thuis op het ministerie gegaan zijn. Ja. Dus kortom, dit gaat dus gewoon niet goed. Dus natuurlijk, die OMO-maatregelen waren niet goed uitgevoerd. Maar er zijn meer dingen die niet goed gaan in Suriname. En dat pakket levert geen vertrouwen op. En dan gaat alles verkeerd. En Santokki die denkt dat hij met een mooi verhaal dit kan stoppen, die koersval. Maar dat gaat niet gebeuren. En de VES heeft hem al herhaaldelijk gezegd. Ramutar Singh heeft ons verteld, voordat Santokki president werd, hebben we hem uitvoerig aangegeven wat er moest gebeuren. Op grond van onze ervaring, zegt de VES. Ja, de VES, Vereniging Economisten Suriname. Ja. Ze hebben 2 keer, heeft de VES, Vereniging Economisten Suriname, president Venetiaan uit de crisis gehaald. 2 keer, de jaren 90 en 2001-2002. Dus kortom, op grond van die expertise bij de VES had Santokki nooit andere adviseurs moeten volgen dan de Vereniging van Economisten. Maar goed, hij doet het toch, andere adviseurs volgen. En ja, je ziet waar het toe leidt. Dus ik zie het somber in voor Suriname, Wesley. Ja, man, ja, het is echt een. Want ik denk op een gegeven moment dat het kabinet Santokki ook niet meer precies weet wat ze moeten doen. Ja, ik denk het ook inderdaad. Je vraagt je af of het schip stuurloos is. Ik denk het wel, want Wesley, luisteraars, wat het nog grotere gevaar voor Santokki is, binnen de VHP beginnen steeds meer mensen, prominenten van de VHP, zich te roeren. Want iedereen, hoef je geen politieke geweldige persoon te zijn, iedereen weet, als je met deze Santokki de komende verkiezingen 25 ingaat, is het een dramatisch verlies voor de VHP. Ja, dat zit er op dit moment dik in. Als de lijn op deze wijze wordt voortgezet. Ja, dus. En ik denk dat binnen de VHP zijn er ook genoeg mensen die verstandig zijn en die ook politiek voldoende zijn ingevoerd om te weten dat het roer om moet.
Ja. En dus ook de kapitein op het schip zal moeten worden vervangen. Want deze kapitein Santokki ligt gewoon heel slecht bij iedereen. Ja, dus hij heeft op dit moment bijna geen draagvlak meer, hoor. Als ik het, precies. In Suriname, maar ook als je in Nederland de mensen beluistert. Misschien in Den Haag zou het misschien iets anders liggen. Maar in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ook, dan merk je dat hij amper of geen draagvlak heeft. Ja, de cijfers zijn beroerd. Ja, heel beroerd. Alle cijfers. En volgend jaar moet duidelijk zijn wie gaat de verkiezingen in 2025 in voor de VHP. Ja, maar ik ben ook benieuwd, want waar ik bang voor ben, is dat je ook een versplintering krijgt van het politieke landschap. Veel kleine partijen willen meedoen, in plaats dat die kleine partijen zich bundelen. Ja, om één vuist te vormen. Ja. Laten we zeggen, een breed volksfront te vormen als antwoord op het huidig beleid. Ja, daarvoor zijn ze te verdeeld, hè? Ja. Maar hoe moet het verder, denk je, Owen, in Suriname? Nou ja, je kent mijn standpunt. Ja, ik weet het. Ja. Een zakenkabinet met apolitieke topmanagers en een aparte minister diaspora-beleid. Oké. Dat is het medicijn, niet nu, altijd al geweest, maar Surinaamse politieke leiders willen daar niet aan. Oké. Nou is Suriname een van de armste landen van Zuid-Amerika. Nou vraag ik me af, wanneer gaan jullie politieke leiders in Suriname inzien dat je een zakenkabinet moet hebben? Deskundigen moeten aan het roer van die ministeries komen. Niet mooi praters, schreeuwers. Opleiding, ervaring en integriteit. Dat zijn de eisen. En niet oud of jong. Ik hoor steeds meer mensen in Suriname. Ja, jongeren moeten de gelegenheid krijgen. Onzin. Wat jongeren de gelegenheid? Deskundigen met ervaring en integriteit. Of ze nou jong of oud zijn, is niet van belang. Ze moeten deskundig zijn, opleiding, ervaring, integriteit. Owen, dat verhaal hebben we gehoord in de jaren 80 en 90. Ja. Jongeren en weet ik veel wat. Als je die opleiding niet hebt, dan maak je niets. Jeugdparlement en al dat soort zaken. Maak je niets. Owen, ik hoorde over een raadsadres van de fractie van DENK in de gemeenteraad van Amsterdam. Maar een raadsadres is normaal gesproken een boodschap die een burger stuurt naar de gemeenteraad. Dus ik weet niet of de fractie een raadsadres of als een notitie of een voorstel hebben ingediend bij het college van BMW. Want dat moet vervolgens gepreadviseerd worden door BMW. Ja. Maar waar gaat het inhoudelijk over? Wat is een voorstel van de fractie van DENK. Ja, meneer Kaan heet die man. De heer Kaan, En die heeft een brief geschreven naar de gemeenteraad van Amsterdam. Maar is hij fractievoorzitter van DENK? Ja, hij is fractievoorzitter van DENK. Oké. Dat heb ik gehaald uit de website van de gemeente Amsterdam. En hij heeft zelf een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Amsterdam. Dus dat is een raadsadres. Ja, dat kan. Precies, dat kan. Dat mag. Dat mag, ja hoor. Dus, dat is inmiddels in de procedure gegaan. En ik dacht dat begin mei of juni, hou me te goede hoor, het gepland is voor behandeling. Ja, het zal waarschijnlijk, Dus, voor in ieder geval voor het zomerreces nog, ja. Ja, precies. Maar wat houdt dat voorstel precies in? Kun je onze luisteraars daar een en ander over vertellen? Ja, het voorstel houdt in dat op 1 juli aanstaande herdenking en viering afschaffing slavernij. Kitty-kotty. En dan zegt meneer Kaan in dat brief aan de gemeenteraad van Amsterdam: wij willen dat ook 150 jaar contractarbeid wordt herdacht. Je weet, slavernij afgeschaft, contractarbeiders ingevoerd. Dus die 150 jaar afschaffing slavernij staat ook voor, als je dat wilt, 150 jaar contractarbeid in Suriname.
Is de heer Kan een afstammeling van de contractarbeiders? Heb je enig idee? Nou, ik zou kunnen hoor. Ik weet het niet. Voordat je dingen zegt, aan de naam te horen, denk ik het niet. Nee, maar oké. Maar ten tweede vraag ik me af. Maar is dit onderwerp niet een landelijke discussie? Waar het kabinet het voortouw inneemt? Nou, ook. Heeft ook landelijke aspecten. Maar je weet, het gaat om Amsterdam. En in Amsterdam hebben we dus die viering. In het Oosterpark. Ja. En heeft Amsterdam als gemeente, vanuit de invalshoekgemeente, ook natuurlijk een C in als er veranderingen moeten komen. In ieder geval, je kan nooit buiten Amsterdam om deze discussie gaan voeren. Dus op zich vind ik het niet raar dat de fractie van Denk, zijn twee personen, dacht ik, dat die dat zo gedaan hebben. Alleen de vraag is, wie zit hierachter? En ik heb het gelezen, dat verhaal van deze meneer. En hij schrijft ergens dat president Santokki van Suriname ook van mening is dat je niet alleen afschaffing slavernij, maar ook zoveel 150 jaar de contractarbeid behoort te vieren. Want Santokki, dat weten we van Santokki, die wil niet alleen slavernijverleden noemen, maar het hele koloniaal verleden noemen. Maar hij draagt geen motivatie aan, want hij hanteert een autoriteitsargument. Ja. En dat is geen onderbouwing. Precies. Voor dat verzoek dat hij heeft ingediend bij de gemeenteraad van Amsterdam. Precies. En dat dan binnenkort misschien in mei of in juli behandeld zal worden en wellicht voorzien zal zijn van een pre-advies van het college van BMW. Nee, precies. In Den Haag is het al afgewezen, hebben ze ook geprobeerd. Ja. En daar is het afgewezen. Ik zou het, Dus ik verwacht dat ook van Amsterdam. Ik verwacht ook dat het zal worden afgewezen. Ja. Kan niet anders. Anders speelt Amsterdam natuurlijk wel met vuur. Ja, het moment waarop deze discussie begint, en dat is het moment waarop Santokki president geworden is in Suriname. Al die jaren ervoor, elk jaar 1 juli, ministers in het Oosterpark bij ons. Hè? Nog nooit is de discussie verbreed naar koloniaal verleden. Vanaf het moment waarop Santokki president is, heeft hij geprobeerd om eerst de excuses slavernijverleden te verbreden naar excuses koloniaal verleden. Rutte is er niet ingetrapt. Mm-hmm. Rutte heeft excuses aangeboden slavernijverleden. En toen heeft Santokki gezegd, maar wij in Suriname gaan het breder uitleggen, holistisch en integraal. Ja. En toen dacht ik al, oh jee, krijgen we dat weer. Ja, ja. Dus ja. Ik denk dat de CARICOM Santokki zal moeten terugfluiten op enig moment. Want de CARICOM heeft van de 20 Caribische landen, waaronder Suriname, dit dossier. Ja. En in het beleid van CARICOM wordt alleen gesproken over slavernijverleden, de Afro's en de inheemse. Oké, Owen, we gaan die discussie een andere keer voortzetten, want we hebben onze eerste gast.